Nou, dan zoeken we Lars Boom. Ook Lars Boom zal hier wel gemotiveerd zijn. Al heeft hij een keiharde trainingsweek achter de rug. Het zou dus kunnen dat hij eerder zijn zinnen zette op Liévin, waar hij met verve zijn meesterschap demonstreerde. Indrukwekkend hoor, voor een knaap van nog altijd maar 22, pas 22. We zien ook Chanel op de tweede rij, opgelet op kampioenschappen, komt hij altijd goed voor de dag. Naast Lars Boom, Erwin Verwekke, die hier al twee keer won. En komaf maakte met de gedachte dat als je wint een week voor het WK, dat je dan geen wereldkampioen wordt. Hier is Bart Welles, die brandt van verlangen om er wat van te maken. En zei al voor de seizoenstart op de presentatie van de Gazette van Antwerpen trofee: ik heb maar één datum in rood aangestipt. Dat is die van volgende week, Treviso. Hoe gaat het met Nijs? Was het diepje van vorige week ingecalculeerd? En hier is Klaas van Tornhout, die zoals hij zelf toegaf, maar bleek voor de dag kwam de voorbije weken. Dit is Stibar, ook hij zwaar getraind. Dit is Huilen, vaak goed voor een top 10. En hier is Bart Arnouts. Het parcours zoals het er nu bij ligt, is wel wat voor Arnouts. Hij moet mee kunnen doen in een goede dag voor de top 5. Kijk naar de wind. En die wind die gaan we straks ook pal op de neus krijgen in die laatste rechterlijn. Kijk ook naar de startzone. Dat is ook de straat waar de aankomst ligt. Dat zijn van die plaveitjes. En als die nat liggen? Dat schuift. Hollandse klinkertjes, zeer gevaarlijk. Zolang dat ze in de rechte lijn liggen, geen probleem. Maar als je erop moet draaien, oppassen. Er was een valse start van Lars Boom, nota bene. En dat zie je meer en meer. En dan worden ze toch niet teruggefloten. Dat is alweer een pleidooi voor een Formule 1 start met lichtjes. Hè? Dus Boom op kop, Verwekke die weer zeer goed mee is. Nijs in de derde positie, laat zich niet verrassen zoals in Leva. Groendal wil Nijs daar een beetje wegdrummen. Hij komt erop aan om in een goede positie naar het veld te kletsen. Oeps, Boom, Verwekke, Groenendaal, Nijs en Welles. De grote meteen voorin. Zoek niet naar Moeret, Simonek of Franzooi. Zij passen voor dit lastige werk. Boom meteen waar hij moet zitten. Ja, dus en die renners die dat passen, je kunt ze misschien geen ongelijk geven. Dus maar dit parcours gelijkt toch wel een klein beetje op Treviso. Dus de mannen die hier zijn, hebben recht van spreken. Die hebben gelijk. De Italiaanse kampioen, dat is Fontana. We gaan nog eens kijken naar de replay van de start. Boom is daar al weg. Oh, houdt een beetje in. Ah, heeft er niet echt voordeel van. Maar je moet dan toch wel een reglement respecteren, is het niet? Renaat. Boom voor Verwekke, Groenendaal, Nijs. En dan daarachter ja, de strijd om de ereplaatsen. Zeg maar. Het is een verschrikkelijk indrukwekkend zicht om dat peloton van die brug te zien aftonderen richting het bos waar ze beschut zitten voor de wind. En dan op weg naar die eerste lastige loopstrook waar het afzien geblazen is. Ja, en er zijn hier al wat crossen over dat parcours heen gegaan. Hè? Dat is altijd een beetje het nadeel. De profs die pakken pas uit als al de rest al lang ingepakt heeft. Boom, dan Verwekke, dan Groenendaal, dan Nijs, dachten we. En hier die lange strook, dat is ongetwijfeld in het voordeel van de mannen van 1,90 meter en meer. Hè? Boom en Verwekke. Nijs met kleine pasjes, Groenendaal loopt wat weg van Nijs. Ook wel eens moet ze hier goed voelen. Renaat. Verwekke heeft de leiding overgenomen. Zij aan zij nu de wereldkampioen met de Nederlandse kampioen. Dan een klein gaatje op Groenendaal als derde. Nijs moet daar een lengte of twee laten. Even een slippertje in die bocht met wel eens in vijfde positie. Page op dit moment zesde van Toeren uit zevende. De nieuwe Italiaanse kampioen is achtste, Klaas van Tornhout. Negende, de Knecht, tiende. Zo duiken ze naar beneden. Je ziet, het is hier vandaag niet van de poes. Kijk ook hier maar. Je gaat hier toch al een goede, dikke, velg diep de blubber in. Hè? Dit is een heel zware strook. Dit is ook een stuk land dat eigenlijk elk jaar omgeploegd wordt. Dus zeker niet hardliggend en heel, heel zwaar om door te baggeren. Maar voor het WK zal daar gras komen. Dan zal dat nu ongeveer ja, in de uitkomen moeten gezaaid worden. En dan heb je misschien een kans dat je boven water gaat kunnen blijven. Ze zien hier overigens niet op een euro. De organisatie heeft aan de betrokken boer hier van de polders, van de landerijen, een jaar pacht betaald. En die gaan er vanaf blijven. Er zal niks verbouwd of geteeld worden. Knap. Dat moet ook kunnen. Dus als je echt niks in het honderd wilt laten lopen, moet je zulke maatregelen durven te nemen. Welles heeft het daar een klein beetje laten lopen, hè? Komt daar nu circa zevende, achtste naar de volgende strook. Bart ook een van de enigste renners, hè, ook Sven van Tornhout wel. En nog een paar minder goden die dat gisteren dan heel diep zijn geweest. Of
relatief diep. Dat voel je vooral nu in het begin van de wedstrijd, neem ik aan. Klopt. Renato. Dat valt even wat stil. Kleine adempauze, zeg maar. En dan duiken ze naar beneden op die strook waar het heel gevaarlijk is door de spoorvorming. Het is echt zoeken naar het juiste spoor. Er zijn al veel valpartijen geweest in de andere koersen. De top drie. Vervekken. Lars Boom. Nijs. Groenendaal die een klein beetje naar achteren schuift. De mannen van Sunweb Pro Job komen goed voor de dag. Met onder meer Sven van Toerenhout. Nu gaan we wat krijgen. Lastige strook bergop hier. En wie raakt hierboven? Is niet van de poes. Vervekke. Kloek wat hij doet. Ook Boom knap. En ook Nijs. En Nijs blijft gewoontegetrouw op de fiets. Kijk, Nijs is vlot naar boven gaan, Renaat. Ja, en Boom die loopt en die loopt Vervekke gewoon voorbij. Vervekke en Nijs die naar boven fietsen. En dan de rest daarachter. De meeste zijn aan het lopen. Ook de Italiaanse kampioen die fietst naar boven. Welles fietst naar boven. Maar het is een verschrikkelijk lastige strook. Het is een klein beetje aan het regenen. Maar echt, echt zo regenen als het vorig jaar doet het helemaal niet. Wat zou jij doen, Paul? Lopen of rijden? In principe is het voor iedereen weggelegd om daar te lopen. Dus maar we hebben gezien dat Nijs toch wel een visitekaartje heeft afgegeven. Ja, ja, nu al. Dat hij daar geweldig goed omhoog rijdt. En dat gaat beslissend zijn voor de overwinning straks. Welles laat het hier toch wel een klein beetje lopen. Hè? En zie je, Gadré, die wil niet weten hoe laat het is hoor. Nee, 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 nee. Die is bezig met zijn pos. Dit is mijn limiet en daar ga ik vandaag niet over. Misschien verstandig. Het is ook niet aan iedereen weggelegd. Hij mag moeite doen, gelijk een paard hier. Hij zal toch nooit niet kunnen winnen tegenover een Nijs of tegen een Boom of eventueel Vervekken hier vandaag, want hij is heel goed bezig. Nijs naar de kop, resoluut naar de kop. Die heeft met andere woorden na een halve ronde al gevoeld. Oh, het zit hier goed vandaag. Ik zal maar eens proberen. Er zijn er natuurlijk ook altijd die in zo'n kronde week voor het WK zeggen, ga eens een snelle ronde rijden, een snelle tour, zoals die mannen vaak zeggen. En dan ga ik eens zien hoe ver ik sta en laat ik het maar lopen. Oh, Boom, het is wel een andere kant uit, hè, man. Oh, oh, Lars, rechtje. Vervekken profiteert daarvan. Daar komt de knecht, daar van Toornhout. Hoe draait dat allemaal een beetje in de soep? Wel eens als een equilibrist nog net boven. Het is echt een sukkelgedoe hier, hè. Kijk eens. Ja, ja, het is niet te doen. Het is maar voor eentje weggelegd. Erwin spartelt ook nog boven. Dus maar de manier waarop dan Nijs toch weer voor de tweede keer een plaats gevonden heeft op dit parcours hier in Hoogrijden. Hij is in orde. Hij is, de batterie is opgeladen. En is de cross nu al gedaan, Sven? Nee. Doe ons dat niet aan, hè? Nee, het zal niet gedaan zijn. Dus maar wat we wel mogen beleven... Oh. Nijs is terug goed. Vorige week was hij ook redelijk goed. Dus maar hij wou vandaag toch nog eens een keer de puntjes op de i zetten. Nijs, dan Lars Boom. Dan Vervekken. Als hij slim is, we hebben al iets gezien, al veel gezien. Hij zou gerust de beentjes eens een keer mogen stilleggen terug. Dit was de plaats waar vorig jaar aan het eind van de eerste ronde het halve peloton een steeplechase ondernam. Ja, dus nu is het ook wel slijk daar. Dus laat het nu een buik komen. Hè? Dus laat er iets uit de hemel komen naar beneden. Knots, voilà. En je zou dit continu zien weer. Hè? Het wordt dan een glijpiste tot en met. Dit wordt het parcours van het wereldkampioenschap in 2009. En hier Nijs met Lars Boom. Ze gaan er volgende week in Treviso ook staan. En Nijs heeft zichzelf in de problemen gewerkt. Ja. Hij moet daar een ander traject kiezen. Op een gegeven moment over de naderpoten. En kijk, Lars Boom maar geven. Dat heeft een beter traject gevonden, Lars Boom. En hier Vervekken. Toch straf dat Lars dat ziet en dan Nijs daar het moeilijkste strookje gaat opzoeken. Sven van Toornhout al mee door. Ik neem aan dat dit Jan Verstraeten was, die meestal snel start en dan geleidelijk aan de weg zakt. En Welles die moet hopen op een rendementsverhoging, een verbetering straks in de volgende ronde. We gaan nog eens kijken naar de spectaculaire val. Al valt het nog wel mee. Nogmaals, vorig jaar gingen hier de meeste over de omheining. Ja, en ze hebben dat heel goed opgelost door mee strooi te zetten. Dus in strooi wilt iedereen wel eens een keer liggen. De jonge en de oude Renaat. Ja, de achterstand van Bart Welles ondertussen toch al 30 seconden in het veld opgemeten. Boom, 22. Nijs, 31. Nou ja, oud. Wat moet je dan over deze Vervekke zeggen? In het gezelschap van Sven van Toornhout, die blijkbaar beter is dan gisteren. En hier komen we Gadret tegen. Op zijn strook, lichtlopend bergop. Een klimmer, lichtgewicht. Wel eens aan het wiel van Chanel. Rabobank boven. Het is ook een beetje een Rabobank cross, hè? Het krioelt hier van de Rabobanken in deze streek. Overal in Nederland overigens. Hier Vervekken. Met Van Toornhout en de knecht.
en Fontana. Frans Hooy die verkiest trainingen in functie van Treviso. Over Treviso straks nog meer. Het ziet er naar uit dat het daar andere kost wordt dan we een seizoen geleden serveerden. Toen was er een ronde genoteerd van 5.20. Frans Hooy, snelste ronde deze week op training op het parcours van Treviso. 9.17. Ja. Dat is 4 minuten langer. Ja, Renaud. De koplopers in de wisselzone. Nijs die stevig tempo maakt met Boom in zijn wiel. En dat is al een mooi gaatje voor het leidersduo. Vervekken daarachter op korte afstand. Je kan overigens die materiaalzone misschien gebruiken om een tactische zet te doen. Je kan de binnenkant van de bocht nemen en dat kan eventueel een voordeel opleveren. Maar dan hangt het ervan af hoe snel het bolt in die zone. Vervekken derde, Van Toerenhout vierde, De Knecht vijfde. Aurelio Fontana is op dit moment zesde. Dan zien we Gadré 7, Groenendaal 8 en Page 9. Dat is een eerste pelotonnetje. Dan een groepje van 5 op 21 seconden. Met Welles, met Chanel, met Van Toerenhout, met Arnouds, Pauwels en nog een nobele onbekende rug nummer 20. En terwijl jij dat allemaal vertelde, hebben de kijkers thuis een subliem staaltje van crossmanskunst gezien. Hè? Nijs en Boom. Dat is bijna tot stilstand komen in die afdaling en dan vanuit die stilstand weer tempo zoeken bergen. Ja, dat is echt... Dan staat er spanning op de beentjes, hoor. Er moeten nog 6 ronden afgelegd worden. Hier is de loper Nijs. Bij de volgende passage, dames en heren, aan de streep nog 6 toertjes. Kijk, hier, voilà. Hier is bijna dat dode punt. Ja. Oeps, daar eroverheen. Laat ons nog eens een keer in de remmen gaan, omdat hem te dicht bij Sven Nijs kwam. Stond volledig stil. Knap werk. Dit zijn de stroken waar Nijs van houdt, hè. Een paar jaar geleden, toen Hofstade er op deze manier bij lag, over de volle lengte van het parcours, hebben we hem daar, naar onze mening, zijn mooiste cross ooit zien rijden. Het is hier ploeteren en dan zie je dat Boom dat gewoon even goed kan. Ja. Veel recht toe, recht aan, daar houdt hij van. Ja, er zijn een paar stroken die dat Boom beter gezind zijn dan Sven Nijs. Maar Sven heeft er daar ook een paar achter de hand waar hij straks ook nog eens een keer of twee misschien wel beroep op zal moeten doen om definitiever van weg te geraken. Als het lukt vandaag, want alles komt terug samen blijkbaar. Ja, hier is meneer Vervekken. Ja. Met Sven van Toerenhout, die ook niet echt super was in de nieuwjaarsperiode. Hier komt dan de Knecht. En daar doet hij Quanti. Die wordt wel wat stiller. Gadré die wil iedereen voorbij. En Welles, ik zou er toch nog altijd rekening mee houden. Dat is nog altijd overbrugbaar. Ja, Bartret blijkbaar zijn eigen koers. Dus deze moment van de koers kan hij vooraan niet mee. Dus, maar het is nog zo lang. Dus er kan nog zoveel gebeuren. En zolang dat ze hier niet zeggen van ik kan hier ervan doorgaan, ik ben weg. Ja, dan kan iedereen nog terugkomen. Een schot van Renaat. Ja, een kleine versnelling van Boom met Nijs in zijn wiel na de trappen. Vervekken die dan even op de tanden moet bijten en vraagt om steun bij Van Toerenhout die achterom knijpt naar de Knecht. En het is helemaal aan het scheuren. Gadré voert nu een kwartet aan met Groenendaal, met Page. En Bert Welles die hangt nu op 17 seconden bezig aan een knappe remonte. Ja, komt er vooral op aan voor Welles. Na die inspanning van gisteren een beetje in het ritme te komen, hè? De vermoeienis van de dag ervoor uit de benen kletsen. Dus Sven Nijstrol komt er nu aan. Waarom noem je die zo? Ja, omdat hij daar straks zoveel heeft laten zien dat zoveel van betekenis was. Deze strook bergop, daar zijn er verschillende die moeten gaan lopen zijn hier. En Sven reed daar zo vlot, helemaal omhoog, tot boven, helemaal rechtsaan. Was dat één enkele test of gaat hij dat nu een hele cross lang doen? En wordt hij daar nu een beetje opgehouden door Lars Boom. Hij blijft nog altijd op de fiets. Lars. En hij blijft doorgaan. Lars had dat wel gezien, dat Sven helemaal rechts reed. Dus dan is het heel verstandig om rechts te gaan lopen. Met andere woorden, om er net voor gaan te lopen, om te beletten dat hij wegrijdt. In de pad lopen, ja. Zijn dat de trucken van de voorpol? Oh, dat zijn heel slimme trucken, zoiets. Helemaal vooraan in de barak van de voren, na het schotten. Boom, Nijs, Vervekken en Van Toerenhout. Dat zijn de vier koplopers op 6 seconden, gevolgd door Gerben de Knecht. Daarachter volgt dan een pelotonnetje van een man of 5 is dat met Groenendaal, die daar de forcing voert voor Aurelio Fontana, met Gadré, met Welles in dat groepje op 15 seconden nu. En Page, die zit daar ook bij. En Boom heeft gewisseld en ondervindt daar niet het minst hinder van. Zeker verstandig om te wisselen. Daar straks is het een paar keren vergeten bij de jongeren. Kettingen die daar beginnen door te kappen. Zelfs derieurs die dat afbreken. Het is een materiaalpost als een voetbalveld. 11 tegen 11 lijkt me daar geen probleem.
dubbele materiaalpost. Dat is eigenlijk een uitvinding van Van der Poel, hè? Jawel, daar mag hem ook trots op zijn, want eigenlijk is dit een voorbeeld, zo hoort het. Een kopie hebben we er ook al van gezien in Hofstade, dus hebben ze ook die ruimte dan weer. Zag je dat? Hoe Nijs de rest buitenkant liet die bocht pakken en dan binnenkant iedereen bij de neus nam. Ja, want voorlopig is er in de materiaalpost nog weinig beweging, maar stel tempo nu voor... tempo maken, boven geraken, daar komt het op aan. Dat kan net niet. Ja. Daar was handenwerk aan te pas gekomen. Dus Lars viel stond erop hangen of burger. Hij moest een klein duwtje krijgen. Vervekken die nam heel even de tijd om het veld te overschouwen. Waar blijft de rest? Hier, Fontana met Groenendaal en de Gadré. Wel eens die opschuift, dan Page, de tweede van het WK van vorig jaar. Dan Klaas van Tornhout. Nijs, die monstert ook het veld. Nog eens kijken naar dat moment van Vervekken hier in de vierde positie. Nijs die staat daar stil, Van Tornhout daardoor ook in de soep. En hier, oeps, langs de kant, rijdt zich even vast. Ah, en kijk naar dat pootje, dat heeft op mij gelapt. Het is goed meegevallen, dus, want je kunt daar lelijk op je smikkel gaan en een achterwaartse salto er nog bij krijgen. Knap gecorrigeerd daar van Lars Boom. Een slipper met het achterwiel volledig onder controle. En ook de knecht die lang meegaat. En hier het achtervolgend groepje met de Groenendaal. Dat is al 15 seconden. En Welles schuift alsmaar meer op. Straks één snelle ronde van Welles en hij zit mee vooraan. Ja, ondertussen is hij toch in het tweede groepje al naartoe gesprongen. Dus de volgende stap is nog iets zwaarder. Dus dat is richting Sven Nys nu. Het hangt er allemaal een beetje vanaf waar ze mee bezig geweest zijn. Uiteraard zijn de trainingen deze week zeer intensief geweest in de wetenschap dat je die laatste week het allemaal rustiger aan moet doen. Hè. Dan moet je nog een beetje losrijden en niet veel meer. Nijs weer naar die andere kant. Daar reed hij zich straks deftig. En hij moet toch terugkomen. Dus hij toch probeert hem weer. Het is niet logisch. Dus het is de langste weg dat je daar moet gaan kiezen. Helemaal rechts. En ja, elke mens is geneigd van de kortste en misschien wel de gemakkelijkste weg te nemen. Maar in dit geval is dat absoluut niet waar. Dit is een van de kritieke punten op het parcours. Daar straks kregen we de Nijstrook waar je naar boven probeert te geraken. En hier ook weer. Hè? Mm-hmm. Ook knap hoe Welles daarvoor bij Fontana gaat. Marco Aurelio Fontana bij afwezigheid van Franzoi, Italiaans kampioen geworden. En die versnelling nog een tand of twee zwaarder dan Fontana zelf. Dus Welles heeft toch weer wat fors, maar hij is niet mee voorlopig. En vooraan wordt het tempo toch weer een beetje gedrukt. Dat merk je vooral aan het feit dat de knecht nog meegaat. Ja. Knecht is wel beter aan het rijden, dus we mogen er ons ook niet op blind staren. Dus, maar het is wel straf dat Gerber de Knecht daar nu nog aanwezig is. En wat nog niet je, zien. Wat dacht je van Tornhout? Tja, gisteren op 1.30 in Zonnebeke, de Kasteelcross. Als tweede? Ja, tweede plaats achter Welles. En Welles en Co. en Tutti Quanti met Pauwels, kijk. Ja. Die komt altijd als een duvel uit een doosje plots mee aan het front. Ja. Ze komen op een seconde of 6-7 meer, is het niet. Het komt bij elkaar. Ze koersen nog niet. De cross kan nu beginnen. Denkt Vervekke, ik ga maar eens. Hij gaat er toch weer staan, hoor, volgende zondag. Nou ja, dat is nog een parcours dat hem een klein beetje beter op het lijf geschreven is dan hier. Reken er toch maar bij. Zijn er maar van overtuigd. Rondetijd 8 minuten 14. Dat is een stuk trager dan de eerste. Die werd afgelegd in 7.43. Met andere woorden, er zijn er een paar zoals Boom en Nijs die getest hebben. Die hebben ondervonden de benen zijn goed. Laten we het nu maar een beetje rustiger aan doen in die tweede ronde. Want het is nog langer, Renat. Sven van Tornhout heeft de kop genomen en die gaat wisselen. Dat is een van de eerste keren dat iemand in de kop van de koers langs deze kant wisselt. En hij moet helemaal naar het einde van de pits rijden. En dan kan je zien of hij daar nu voordeel uit haalt. Nee, natuurlijk, omdat hij wat moet vertragen door het op- en afspringen. Want de hergroepering is in de maak. Het groepje met Gadré hangt nog op een tweetal seconden. Vervekke geeft er een snok aan op de brug. Wel, het belooft spannend te worden. Een brug zoals er ook eentje in Hoogleden lag. Waar de spanning ten top gedreven werd vorig jaar in de allerlaatste ronde in de tweestrijd. Page Vervekke. Oppassen, Sven Nys. Het dode punt hier. Dat wordt lopen. Ja. Als je te ver zit, moet je absoluut van de fiets. Maar hij doet dat vaardig. Wou geen risico's pakken, want blijkbaar zijn er toch nog die daar op de fiets gebleven zijn. Met alle risico's van dien en gevolgen. Want de seconden zijn bikkelhard. Ze tikken weg. Klaas van Tornhout is hier gepasseerd op 40 seconden. Die ging vandaag toch eens testen, hè? Hij is naar de vijfde positie weer verwezen. En hier de lange van Lille. Nou ja,
Die zijn ze wel sterk, zijn veel sterker dan Sven Nys. In deze strook, het is vrij lang lopen. Ja, dit kost Sven ook wel een paar seconden telkens. En hij voelt stilaan de adem van Cadré en vooral Welles. Welles is mee. En het is een beetje wiegen, een beetje buigen bij Nys. Is het vet van de soep of is dat een beetje voorbarig? Nee, hij heeft al een paar keer iets laten zien waar we al content mee moeten zijn. Zeker, zeker weten. En Vervekken, op zoek naar een geruststellende prestatie. Al kon je dat al in Liévin zo noemen. Boom die won daar. Van Tournaut die blijft uitstekend meedraaien. Dan een klein gat, daar is de knecht. Dan zien we Nys. En ze zijn met 8 vooraan. Ja, maar wie telkens op de tweede plaats rijdt. En dat is eigenlijk nog altijd wel de beste plaats van alle... van alle plaatsjes zal ik maar zeggen. Dat is Lars Boom, hè. Tweede plaats. Dan heb je alles onder controle en je kunt nog een beetje uit de wind kruipen. Welles zoekt het duel. Welles is deze week gaan trainen op de piste. En zij die erbij waren hebben gezien dat hij daar snelheden tot 4,65 per uur haalde. Renaat. Vervekken, Boom en Sven van Tourenhout. Dat zijn de drie leiders. Met 6 seconden voorsprong op Nys, Welles, De Knecht, Gadré, Groenendaal, Page, Pauls en Fontana. Het hangt allemaal bij elkaar. Het is een mooi parcours. Veel afwisseling. Er zit alles in. Maar er is één constante. Het is altijd trappen. Je komt nooit tot een moment van oef. Bart pakt over. Nys zit daar aan zijn rugnummerke dat hem geweldig irriteert. Snokte maar af, Sven. Ze zullen wel zien wie dat je bent. Welles op naar de vierde positie. Welles gaat hier vandaag ongetwijfeld meedoen voor de zege. Daar vooraan een beetje drummen. En Vervekken die denkt, wat gebeurt er? Waar zijn de twee kopmannen? Zijn kopman kopt eraan en die gaat opschuiven. En hij is nog altijd in de problemen. Ja. Voilà, het is wat hij moet doen. Hij is er vanaf. Ja, ja. Kan dat nu zo irriteren? Jawel, als je een klein beetje los is en je zit er continu achter je oor te frimmelen. Of in je nek, dat kunnen we wel missen als kiespen, denk ik, deze moment. Wat doet hij hier nu? Heeft daar nu de ruimte? Ja, want dat is zijn strook. Afblijven, zal hem zeggen. En Welles, die wil niet onderdoen. Ah, dat is mooi, hè. Een strijd in de strijd. Dat is weer heel goed boven gereden, dus Marco moet er ook bij pakken. Dit wordt continu slechter en slechter. Hè? Dus af en toe hebben ze voordeel, de renners. Maar hier wordt het parcours steeds maar slechter. En Welles heeft er ook een klein beetje het voordeel van het lichter gewicht. Zoals hier de vederlichte Cadré. Renaat. Ja, de hergroepering zit eraan te komen en er wordt massaal gewisseld. Hè. Bijna iedereen gaat de pits in op Bart Welles na. Kijken of hij daarvan kan profiteren en gewoon op kop komen op deze manier. En dan eens even omkijken en zien, ik ben alleen. Maar Boom gaat dat niet zo ver laten komen. Nee, Boom moest er ook nog een keer serieus nerveus worden. Omdat er net een wissel was voor hem. Moest hij daar fair play gaan spelen of heel braaf zijn. Zou hem echt wel een paar seconden gaan verspelen. Dus wat deed hij? Hij vloog nog vlug voorbij zijn tegenstander in dit geval. En zodat hij toch als eerste aan zijn fiets kon. Ja. Beginnen terug. Welles voor het eerst op kop in de race. Het is een beetje een gelijkaardig verloop zoals dat in Liévin, waar Welles ook een tijdje nodig had alvorens helemaal vooraan te verschijnen. Maar dan was hij daar niet meer weg te branden. Al had hij niet de versnelling in huis, zei hij. Het was altijd een beetje aanklampen bij de betere twee. Mouret vooral en Boom in de laatste fase van de strijd. Dat wordt lopen, denk ik. En waar blijft Nys? Ja. Die blijft daar een beetje hangen achter Gadré. En nu gaan we zien of Nys hierboven geraakt. Woeps. Yes. Goed voor de Panthers. Nys, want de snelheid die je moet pakken, het was niet echt heel hoog de snelheid. En toch is hem omhoog gesprongen. Hè. En dat zijn allemaal van die kleine testjes in de hele grote test die deze race is. Renaat. Ja, de Belgen in de achtergrond zijn Bart Arnouts op een halve minuut. En Klaas van Tornhout en Rob Peters die volgen op 50 seconden. Het is een soort van cross, denk ik, waar niet echt iemand geneigd is om volle bak te gaan om te demonstreren. Oh, Bart Welles pakt daar een binnenbocht om u tegen te zeggen. Het is allemaal een beetje inhouden tot dusver. En hier moet je dat doen. Het zal je maar overkomen natuurlijk dat je hier een smak maakt en dat je daardoor je kansen op de titel hypothekeert. Hè? Ja, en Groenendaal is ook nog mee. Hè? Blijft er goed aan hangen, Richard Groenendaal. Het zou voor Nederland nog eens mooi zijn dat de oude Groenendaal nog eens wint.
Ja, het is wel een heel zwaar parcours. Hij had er een klein beetje bang van zelfs. Ja, onbegrijpelijk. Richard is toch verzot op dit soort omlopen. Het wordt weer een vrij trage ronde, hoor. Is het nog altijd niet echt met het open vizier crossen? Dacht ik ook niet, maar je moet pakken. Ze moeten toch zien wat dat ze doen hier. Het is zo zwaar. Wel eens dartel. Oei, er is daar een vlag op het parcours gesukkeld. Tijdig weg. Weer dat verschillende traject. Nijs blijft zweren bij deze kant. Kijk, en Bart weer een tand groter dan al de resten. Wat leidt hij daaruit af? Dat hij sterk is, maar dat hij toch moet oppassen waar hij mee bezig is. Je kunt het beter sparen en uit uw mouw schudden de laatste ronde. Dan zouden er een paar lelijk kunnen verschieten. Nijs vrij goed door deze strook. Komt daardoor weer wat dichter aansluiten bij Van Toornout. Ja, die een beetje bezig is met een soort van verrijzenis. Niemand wil echt volle bak gaan. Voorlopige conclusie. Ja, dat is. Het is afwachten. Maar ook, ja, zijn ze dan aan het afwachten? Er komen toch telkens maar weer die gapingen, die kleine gaatjes dat er vallen, die dat toch altijd maar moeten gedicht worden. En dat kost ook krachten. Vijf ronden en onderschat dit stuk niet. Dat loopt hier continu bergop. En dat blijft zo tot de aankomst. Straks zal rekening mee houden, maar vooral ook denken in functie van dat WK in 2009. Dit is toch wel te kloof. Die vijf die gaan bij elkaar komen. Maar het kan niet blijven duren dat Richard Groenendaal met de kleine klimmer daar, John Cadre, altijd maar blijven terugkomen. Kan niet. Een drietal. Nijs probeert daar weer aan te sluiten bij Van Toornout. Zal hem wel lukken zeker. Kiest dan het wiel van Toornout. Dat doe je ook maar beter. Kijk maar hoe de wind hier pal in het aangezicht plaatst. Dan zien we Cadre met Groenendaal. Dan gaan we op zoek naar Page met Powels. In extreem is toch nog aan die selectie geraakt. Terecht naar onze mening. Powels altijd goed op kampioenschappen. Dan de knecht en Fontana. En hier het gesukkel. Ja. Ver in de achtergrond. Ola, 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 ola. Een slimmerikske. Zat er bekend van Veurup op zijn gedom. Zoals Renat. Ik sta nog altijd recht in de materiaalzone en we zien Bart wel eens stevig op de trappers duwen. Boom die teken doet naar de pits. Ik weet niet wat daar aan de hand was, dat moeten we even uitwissen. Vervekke hangt op een paar lengte van achter ja, wel eens. En dan zien we nu Nijs en Van Toornout ja, die materiaalzone verlaten. Met Gadret en Groenendaal in het wiel, de koplopers ondertussen over de brug. Een rondetijd, 8 minuten en 6. Dat is een beetje trager dan de tweede ronde. Nogmaals, de eerste 6.43, dat was een snelle opener. Toen we de indruk hadden dat de Boom en Nijs van de rest gingen wegcrossen. Dat is niet gebeurd. Het gaat allemaal goed. Onderschat ook de technische kwaliteiten van Sven van Toornout niet. Hè? Ik denk dat hij degene is die Nijs het dichtst benadert in dat onderdeel. En toch zal het van Sven van Toornout meer dan waarschijnlijk allemaal volgend seizoen moeten komen. De loopstrook. In principe moeten ze hier weer afstand van de twee anderen kunnen nemen. Ja, deze hier. Het zijn de drie beste lopers van het pak hier. Denk maar aan het Belgische kampioenschap. Waar Bart wel eens een paar ronden verschrikkelijk hard doortrok in die loopstrook. Ja, ja. Een paar seconden al. Een seconde of 4-5. De baggerfase. Wel eens sneller nu. Boom. Die als wel eens goed is, altijd zijn boeman is. Ja, ja, ja. En Erwin reed zich een klein beetje vast. Net niet vast genoeg om te blijven steken. Ondertussen ja, richting koplopers. Het is de tweede cross op Nederlandse bodem voor de wereldbeker. De eerste in Pijnakker. Daar kreeg je ook een tweestrijd tussen Welles en Boom. Ook toen moest Welles van ver terugkomen. Kwam bij Boom. Maar Boom die koos dan het hazenpad in de slotfase. Was daar oersterk. Nijs zijn kopje zakt wat geweld weg tussen zijn schouders. Ja. En is niet meteen bekwaam om dat gat te dichten. Van Toornout was zelfs bekwaam om bijna terug over te nemen. En dat is niet het beste teken, voorlopig althans. Dus voorlopige conclusie, zowat half cross. Nijs, goede signalen op de technische stukken. Een zeer goed signaal in die eerste ronde. Maar dan een beetje twijfels. Ja, voorlopig laten ze machter. Maar voor hoe lang afwachten. Heeft ze weer in het vizier. Het is een kwestie van ja, de knop op te draaien en daar naartoe te springen. Op een strook waar het een beetje bolt. Klein beetje.
en Verwekke nu al zeggen duidelijk beter dan in Liévin, waar het parcours naar mijn mening nog veel eisender was. Zolang dat de strook die er nu gaat aankomen in het voordeel gaat blijven van Sven Nys, dan is er niks gebeurd. Maar als het moest gaan lopen worden hier, deze strook, dan zou het toch wel fataal kunnen gaan worden eventueel. Maakte daar weer een foutje, waardoor Van Tournat kon overnemen. Hier nu nog eens kijken naar de tussensprint. Maar ondertussen zitten de mannen vooraan natuurlijk niet stil. Die zitten nu al wel in een loopfase. Van Tournat een beetje weg van Nys. Echt tegen het publiek is ook niet zonder risico's. Die je daar nu toch weer uit zijn onderrug trekt. En hij blijft doorrammen. Ja, hij is boven. Hij is eruit. Het is toch maar een... Het is wel behoorlijk lang, dus, maar de slijkenzone is nog, valt best mee. En als je die kunt overbruggen, ja, dan... Maar wat schiet je ermee op, hè? Renaat? Ja, de drie koplopers in de materiaalzone. Geen wissel voor Lars Boom. Nog een teken van verstandhouding met zijn paal. Maar het zit oké. Het gaat over de bandendruk op zijn fiets. Maar hij is dus nog altijd tevreden over die druk op zijn banden. Van Tournat is vierde op 7 seconden. Nys vijfde op 9 seconden. Wel een wissel voor John Gadret. De koplopers ondertussen op de weg om zo meteen de duik te maken naar het kerkhof. Gadret. Die in Liévin een hele cross lang bij Verwekke in de buurt bleef. Maar moest Verwekke dan in de laatste ronde laten gaan. En als je het mij vraagt, Verwekke dit seizoen nog nooit zo goed. Hè? Belgisch kampioenschap zult u dan zeggen, maar daar hing hij toch de hele tijd aan de rekker. Het was eigenlijk wachten op de enige juiste versnelling en dan lag hij eraf. Sommigen zullen weer zeggen, nu de koers is nog niet echt helemaal opengebroken. Het is logisch dat hem daar nog zit. Dus maar als je ziet wie dat er al gesneuveld is, moet je toch zeggen. Of stellen zelfs, dit is niveau, hè. Tot en met. Hè. Van Tournat die een niveau haalt vandaag, dat een beetje doet denken aan dat in voorbereiding op het WK in Zaandam in 2006. En als hij daar niet lek gereden was, wat dan? Voorlopig is het Verwekke dat het spel hier moet recht houden. In zijn dagboek op zijn website heeft hij gezegd dat hij een bijzonder zware trainingsweek achter de rug heeft. En Verwekke is ook moedig genoeg om toe te geven dat hij in het zicht van zo'n WK altijd veel verder gaat. En Nys, zijn blik staat mij niet aan. Nee, kijkt ook een beetje sip. Is een beetje rood aangegloeid zelfs. Logisch, met deze superzware omloop. Zou hij dan toch over zijn hoogtepunt zijn en betaalt hij nu de tol van een zwaar seizoen en vooral een veel te zware zomer? Ik zal het zeggen, Renaat. Ik sta bij de ploegleider van Erwin Verwekke, Danny de Bie. Paul Herges zei het zo net, dit is niveau wat de wereldkampioen laat zien. Je zag de laatste weken dat Erwin serieus aan het beteren was. En Erwin is een die het moet hebben van de kampioenschappen en blijkbaar gaat hem klaar zijn voor zondag. Welke indruk heeft Sven Nys op jou? Niet echt een hele frisse indruk, vind ik. Dus vorige week was het nog niet goed. Nu is het ook niet super. Tuurlijk, we zijn nog niet half wedstrijd, maar hij kan er doorkomen. Maar echt fris lijkt hem niet. Twee Fideas in de kopgroep. Bart Welles, de winnaar van gisteren in Zonnebeek. Bart is goed. Hij had een eerste moeilijke ronde. Er komt nog 20 seconden door. Maar hij rijdt dan op één ronde terug dicht. Dus het ziet er goed uit voor ons. Het is wel een afwachtingswedstrijd, zo lijkt het althans. Het is een hele zware wedstrijd en iedereen zoekt een beetje zijn eigen tempo. In de laatste twee ronden gaan er veel verschillen kunnen vallen. Je ziet de inspanning van Nys op het reuzenscherm daar in de buurt van Tournat. Gaat hij nog terugkeren? Ik vrees waarschijnlijk niet. Dankjewel, Danny de Bie. En de Bie zou wel eens gelijk kunnen hebben. Je ziet het aan zijn lichaamstaal. Het is altijd een beetje diep doorbuigen bij iedere tred. En dan zien dat er een paar andere crossers je voorbij glijden. Dat is allemaal niet echt een riant teken. Liévin, dat dipje, dat was ingecalculeerd. Maar het was wel de bedoeling om hier vandaag eens te testen om te zien hoe ver hij stond, hoe ver hij kwam. De motivatie was er althans. Dus zoals hij de eerste ronde tekeer ging, een paar fragmenten liet zien van als hij dat moest gaan herhalen. Ja, dan was hij weer bekwaam om absolute nummer 1 te zijn. Maar nu is het nog afwachten. Op 4 ronden van het einde moet hij nu ook Groenendaal laten voorbij gaan. Probeert daar aan te klampen bij Groenendaal. Maar echt soepel oogt het allemaal niet meer. Daar zien we dan Pauwels nog komen. En hier Stibar. Stibar die is ook aan een flodderweek bezig. Maar dat heeft vooral te maken ook met de zware trainingsarbeid. Ja, je kunt dat wel zeggen.
moet je nog nu, moet het allemaal nu nog gaan gebeuren. Dus die laatste 14 dagen van voor het WK. Het is al zo lastig geweest het seizoen. Hè, want we hebben toch al heel zware crossen gezien. Ja. Praat Render niks uit zijn hoofd, want ze zijn toch de man, zal ik maar zeggen. Laat ze het doen, stilletjes doen, ze weten het toch het beste. Het verschil was hier op het zicht, op het beeld, een goede 7, 8 seconden. En dan gaan we naar Renat. Ja, het is ondertussen weer wat beginnen regenen. De paraplu's komen boven bij de toeschouwers. Misschien krijgen we een tweede regenhelft, zeg maar. Bart Welles die daar eens stevig doortrekt in de materiaalzone. En dat kostte Vervecke een paar lengtes. Boom kleeft aan het wiel van Bart Welles. Maar Vervecke nog altijd comfortabel in die derde positie. Heel geconcentreerd door de bocht. En dan hier de forcing met Gadré. Van Toerenhout, Groenendaal en Nijs die daar achter sukkelt als het ware. 7 seconden de achterstand voor Gadré op de leiders. Nijs moet ook Groenendaal laten rijden. Dat is belangen niet zijn normale rendement. Nee, we gaan hem kwijtspelen in de kopgroep. Als er niet vlug beterschap komt. En het is, ja, het gaat hier snel, behoorlijk snel. Foutje Vervecke zagen we daar. Die moest daar een lengte of twee geven. Ja. Kijk, ook hier. Ja, kiest hij dus. Voor de makkelijkste oplossing. Ja, dat is de makkelijkste natuurlijk. Het minste risico's, maar het kost wel tijd. Extra tijd, veel tijd. Je moet eens kijken, iedere keer als de man uit Vorselaar wel eens een prik geeft, schuift die boom onmiddellijk mee. Nou ja, zijn ze nog niet mee aan een nieuw patatten vandaag met Lars Boom. Rijdt dus al heel de dag op de tweede plaats. Hè. Af en toe flitsen laten zien, van op kop mee te gaan rijden. Maar altijd maar in die tweede plaats, dat getuigt van enorme, enorme conditie. Nee, zijn zevende stelling moet nu ook Groenendaal laten wegrijden. En ik denk dat er vooraan ook een beetje in functie gekrost is van Nijs. Niet echt gerust in zijn rendement, in zijn gedrag. Ook als ze waren, hebben ze gedacht van nou, we moeten er rekening mee houden dat hij straks nog altijd een stoot gaat uithalen. Daar zijn ze nu vanaf. En ze denken van oké, dan gaan we de registers opendraaien. Ja. Wel eens zal denken van Monde Junius, eindelijk. Sven Nijs is een keer slecht. Had ik gisteren toch maar niet gereden. Het zijn misschien krachtjes die daar op laatst een tekort zal gaan komen. Maar in ieder geval, het belangrijkste doel is bereikt. Hij is in conditie, hij zit in een blakende vorm voor volgende week af te zakken richting Treviso. In elk geval, Sven Nijs is voor de tweede opeenvolgende week in slecht te doen. En dat is nu niet meteen een riant voorteken met het oog op het WK. Renaat Schotten. Welles leidt op de trappen met de Boom in het wiel. En dan Vervecke nog altijd op die lengte of 2-3. De wereldkampioen, ja, hij krijgt het hier nu wat kwaad in deze strook waar de wind ongenadig hard blaast. Het is ondertussen weer gestopt met regenen, maar waaien, dat doet het hier bijzonder hevig. Op de trappen nu, Sven van Toerenhout in 4e positie op 15 seconden is dat met Gadré en Groenendaal in de buurt. En dan moeten we wachten op Sven Nijs. Waar komt Sven Nijs? Hier komt Sven Nijs op de trappen met een achterstand van 24 seconden. Kijk, dat is een verdrievoudiging in vergelijking met de passage aan de streep. En ook weer zo'n klein foutje bij dat instappen op de fiets. Tekenen, ja. Stapelen zich op. Ja, hij trapt over zijn pedaal. Dus hij zit ook op een splinternieuw machientje. Dus voor de eerste keer rijdt hij met zijn Extreme Power. Dus ja, de vraag is, liggen daar een klein beetje aan of niet? Dus, maar het is echt volgende week dat telt. Hè. Dus staar er u echt niet blind op hier. Volgende week kan het dus helemaal herboren zijn. Moet dus zelfs met deze prestatie niet als topfavoriet van start gaan. Hè. Dus kan dat afwimpelen. Hier, versnelling van Welles. Een boom al lopend gewoon blijft hij naast hem. Hij heeft ook nog eens het voordeel van die ellenlange benen. Doe toch maar hetzelfde als Lars Boom, Bart. Want hij kan dat. Ja. Hij kan dat. En ik heb de indruk dat als je kiest voor lopen, dat je die benen dan toch nog altijd een klein beetje minder belast. Renaat. Boom keek achterom en heeft zijn aanval geplaatst. En bij Welles en Vervecke is het op dit moment passen. Het is van niet beter kunnen. Welles kijkt naar Vervecke en vraagt om steun bij de wereldkampioen. Maar die komt er voorlopig niet. Nu in de materiaalzone en er wordt gewisseld. En is dit het beeld van de wissel van de macht? Ja. En gaat het er straks van komen in Treviso? Na 7 jaar dat er geen Belg op dat middenste trapje staat? Het kan hoor. Het kan. Vervecken heeft geluk dat hij niet in de materiaalpost of hij zou opgeslorpt geweest zijn door Bart Welles. Daar zou hij dus exact bij gezeten hebben. En zeker niet meer in het wiel gezeten hebben van Lars Boom. Die dat toch wel op een moment dat hij weg was, moest gaan wisselen. Nijs buigt voor de tweede opeenvolgende week het hoofd. Renaat. Dat is het minste wat je kan zeggen. De achterstand ondertussen opgelopen tot de 37 seconden.
En er moet nog een pak gecrossed worden. Dan moet hij al gaan denken aan zijn positie in het UCI-klassement. Dan heeft hij daar nog een zee van een voorsprong, ruim 400 punten. Maar goed, dat brokkelt ook al een klein beetje af. Het gebeurt niet vaak, hè? Dus als je Sven Nys ziet vertrekken, de eerste en zelfs de tweede ronde. Ja, eventjes door de knieën. Bart mee. Die is te gretig, Boom. Maar we zijn nog niet aan de kletsfase, hè? En moet zichzelf nog oppeppen. Ja, ja. Hij zal nog wel eens een keer tegen zijn kaken kletsen, zoals gezegd. Blik. Kijk naar die blik. Ja, maar krijgt er toch maar bang van. Alhoewel, het is zo'n sympathieke kerel. Geen probleem, hè. Als hij de beste is, moeten we het maar afmaken. De ideale schoonzoon, hè. 26 seconden voor deze. Dat zal voor iedereen tellen. 26 seconden en daar zijn er nu al 35 weg. We gaan voor Nys naar de 40 seconden en toch gaat hij nog altijd boven. Op 39 seconden. Ja, het is groot, het gat. Het is heel die verharde strook dat hij achter zit. En ondertussen zullen ze hierop niet meer gaan wachten en stilletjes aan de finale gaan denken. Hij is er toch nog aan het zoeken, Sven Nys. Maar kijk naar die blik, hij laat veel wit. Ja, maar, van de ogen zien. Ja, maar hij was aan het zoeken waar ze waren. Zie je? Dus kreeg er ook een beeld naar beneden. Dus hij zou ze exact kunnen vinden waar ze zich situeren. Nu, vorig jaar zei hij zelf, je hoorde dat in het interview, dat hij erdoor kwam in de laatste twee ronden. Boom, die toch iedere keer op de lastige fase het tempo bepaalt. Vader Walter wordt de mechanicien bij het Rabobank Continental Team. En zal dus op pad gaan, straks ook in het wegseizoen, met zo'n Lars. Lars helemaal geen bang van het publiek daar, dus hij rijdt er helemaal tegen. En ze spelen het mooi mee, hè. Dus iedereen zet een stapje achteruit. Ze trekken de ajuinzakken naar zich toe, zodat er toch een klein beetje verharde zone komt, waar dat Lars toch wel een klein beetje voordeel uithaalt. Ajuinzakken? Het zijn ajuinzakken, het zijn geen patatazakken die daar hangen. We zijn meegereisd van Hofstade, vermoed ik. Want daar zie je die elk jaar maar weer terug opdagen. Zelfs in verschillende kleuren. Zelfs oranje of nu rood zelfs. Ja. Wat doet Welles nog? Want Welles lag daar aan het rekkertje bij de twee mannen. Met enige lengte. Gadderij alsmaar verder weg van Nys. Nys krijgt nu zelfs nog een achtervolgend pakket. Op zijn rug met daarbij Page en Pauwels. En Welles, het is op karakter, maar hij houdt ze wel in het vizier. Ook Verwekken lijkt hier een klein beetje te breken. Tempo van de tijdrijder Boom wordt wat te hoog op drie ronden van het einde. Gaat Boom hier een solo uit de benen schudden. Hij is ermee bezig. Ja, Erwin is ontploft, zeg. Zat in het wiel. Kon niet beter zitten, maar die Larsje is sterk voor de moment. Ja, en dan kan de schade nog hoog oplopen, hè. Ja, maar daar straks konden we al een kleine blik opvangen, hè, van Lars. Eigenlijk op ralenti reed hem ervan weg. Dus zonder te demereren kwam er ineens een opening. Het is niet te geloven zoals hij voor de dag komt voor het moment. Dit was een snelle ronde, dames en heren. 6,57. Wat zeg ik? 7,56, zo moet ik het uitspreken. Dat is bijna de snelste ronde. Nou ja, een seconde of 12 trager dan de eerste. Onze chrono loopt, maar we gaan eerst naar Renaat Boom solo. Ja, de voorspelling van Bart Welles die komt voorlopig uit. Maar het verschil nog altijd al bij al beperkt. Boom met de concentratie van de grote dagen. Verschrikkelijk gefocust op de millimeter rijden. Zo snijdt hij hier de brug aan. En dan is het verschil met wereldkampioen Verwekken en Welles toch al aanzienlijk geworden. 7 seconden nu net voor de brug. Verwekken en Welles omzeg is wiel in wiel. Zij die denken of hopen dat deze Boom volgende week wat zwakker voor de dag zal komen, dat hij misschien een week te vroeg gepiekt heeft, vergeet het, hè. Hij is een meester in het pieken. Het is een millimeterman daarin. Ik denk dat hem dat je kerel zelfs niet nodig heeft van te pieken. Die zijn precies elke dag van het jaar zijn die goed. Ik wil maar zeggen, hij gaat nog beter voor de dag komen volgende zondag. Ja, hij heeft het absoluut zeker. Ja, ja, daar moet je niet aan twijfelen. Dat is zo. Dat was een doel. We hebben hem daarover horen spreken. En toch houdt hem het altijd maar af, hè, de boot. Hè. Dus als je er naar vraagt, dan spreekt hij over top 5. Heel verstandig. Geen grootspraak en zeggen van ik zal de Belgen eens leren fietsen of zo. Komt dat zijn mond niet uit. Een week voor het WK buigen de Belgen hier het hoofd. Maar dat deden de buitenlanders vorig jaar hier in Hoogerijden voor Nys. Die won hier met 1:40 voorsprong op Dlask. En ging er dan met Welles bij liggen. Ongelukkig genoeg in Hoogleden.
Boom kromt zijn rug. Ja, de seconden tikken weg, zeg. En Vervecke gaat volgende zondag nog maar eens meedoen voor de zoveelste keer voor een podium. Dat zou dan denk ik de 9e keer zijn in zijn carrière als hem dat lukt. Ja, hij zit al terug in het bos. En houdt Boom nog altijd binnen schot. Ja, spijtig van Erwin, want voorlopig verliert hem niet veel meer. Dus, het is daar straks op de weg gebeurd dat hem eventjes te diep moest gaan, Erwin. En wijselijk besloten van, ho, adem meneer. Snippertje wel eens, die wel die cross van gisteren in de benen heeft in Zonnebeke. Renaat. Jan Boom heeft een gedubbelde renner te pakken. Een nobele onbekende, de vandaag 36-jarige Pascal Bussière. Een Canadees die nu vol respect kijkt naar Lars Boom. En dan een klein beetje probeert mee te fietsen. Maar hij is al ongerust over wat hier achterop komt. Vervecke op 9 seconden, wel eens op 10 seconden. Dat is de situatie. Het is niet veel, maar het is ook niet weinig. De man van Vlijmen. Hier komen de twee van Fidea samen. Dat moet al op een seconde of 7-8 zijn. Als het niet meer is op deze hellende strook, heeft hij ook nog eens het voordeel van de tijdrijder wegrender. Die ook nog goed voor de dag komt in het klimmen. Met andere woorden, deze jongen kan alles. Eigenlijk is zijn progressie normaal hoor, Renaat. Groenendaal is vierde op de trappen op 40 seconden. En Van Toerenhout, Sven Van Toerenhout is op dit moment vijfde. Gadré is zesde op 45 seconden. En daarachter gaapt voorlopig de grote leegte. En uit die leegte moet Nijs dan komen. Als hij hier maar een top 10 plaats kan houden, dat zal al goed zijn gezien de evolutie. Renaat. Nijs zit in een groepje met De Knecht, met Page en Kevin Powels. Op 1:05 snijden ze nu de trappen aan, dat kwartet. Met andere woorden, ver onder zijn niveau. Stilletjes laten gebeuren, zoiets. Zelfs bijna niet van wakker liggen. Dus dat is de enigste methode om toch nog aan de top te komen tegen volgende week. Als je nu zou gaan panikeren, ja, dan is die helemaal om zeer. Ik zou het eerder durven stellen, het ziet er heel goed uit. Dus eindelijk is het een keer de week vooraf op de feiten gedrukt met de neus. En hij kan er alleen maar heel goed bij varen. De rollen omgekeerd wil je zeggen. Ja. Maar zijn aangezicht staat me niet aan. Ja, zijn blik. Jawel, maar dat kan allemaal details zijn. Het is een beetje wazig. Ja. Het minste dat je bijgekregen, net zal ik maar zeggen. Dat moet allemaal terug opgenomen worden. En Nijs zal wel in orde zijn tegen dat het een week verder is. Vervecke, door te wisselen moet hij nu toch wel een gat laten op Welles. En ze volgen op respectievelijk 11 en 13 seconden van Boom. Dat is nog speelbaar. Maar er is weinig kans toe dat hij nu gaat stilvallen. Nijs won dit seizoen alle 4 wereldbekercrossen. Boom 2 hoor. Voor eigen volk telkens. Schitterend. Zullen we er nog een keer proberen op te rijden? Of is een verstandiger en heel vlug afstappen? Ja, dat is het beste dat je kunt doen. Halverwege proberen te raken. En ondertussen al de voeten op de begane grond proberen te krijgen. En slaagt er niet meer in tempo, voldoende tempo te maken in de aanloop. Welles gaat dat wel proberen. Kijk, zie je? Dan kom je een eind verderop, hè? Ja, maar dat kost toch ook krachten. En het gevolg kan eventueel fataal zijn. Als je niet boven geraakt en je smakt achteruit tegen de grond. Gevaarlijk spel. Boom dan Welles in één beeld gevangen. Voor Welles is dit het orgelpunt van een hele zware trainingsweek. Je moet voor al die mannen die individuele lijn bekijken, die hebben ze vast in hun kop. In de wetenschap dat dat voor hen de ideale manier is om dat WK voor te brengen. Ja, en ieder gelooft dat zijn weg de beste is, hè, die dat ze bewandeld hebben, hè, of bereden hebben. Hier wel eens. Hou er toch nog altijd rekening mee dat hij zo'n snelle ronde uit zijn benen kan schudden en dan toch nog wel wat dichter bij deze boom kan komen. De ondergrond daar in Treviso totaal anders dan hier. Dus ook een beetje steenachtige ondergrond. Doe een paar van die stroken hier weg en die Vervecke die gaat toch echt weer helemaal meespelen. Wel, Italianen, zoals dat gewoonlijk gaat, maken die een mascotte voor zo'n grote belangrijke koers voor dat WK. En de mascotte van Treviso is een kiezelsteen. Dat weet je wel genoeg, hè? Dus moet je ook nog rekening houden met pech, hè? Ja, ja, ja. Zeker bij dat soort weersomstandigheden, zoals nu. Als ze die wielen kiezels oprapen en mee door de ketting draaien, dan draait het in de soep. Kan. Renaat.
Hans de Klerk, Lars Boom outstanding. En Sven van Toeren uit strijd mee voor een ereplaats. Hij rijdt ongeveer rond in vijfde positie. Ja, inderdaad. We gaan zien voor de eerste maal een goede Sven van Toeren, waar ik heel gelukkig om ben. Laten we hopen dat dit inderdaad wel het begin is van nog een goede periode. En hij is een kampioenschapsrenner. Hij is een kampioenschapsrenner, heeft een zware trainingsweek achter de rug ook. Gisteren toch een beetje met de handrem opgereden, zei hij daarna tegen mij. En dat blijkt vandaag toch wel zo te zijn, dus het ziet er goed uit voor volgende week. Is Sven Nys nu slecht of speelt hij verstoppertje? Ik vrees dat Sven Nys geen verstoppertje speelt, maar hij speelt misschien verstandig om te zeggen van kijk, ik voel me toch niet zo super, dan toch maar eventjes met de handrem op in het vooruitzicht van volgende week. Boom, de grote topfavoriet nu voor Treviso? Ik denk dat hij dat vandaag zeker en vast bewijst. Hartelijk dank, Hans Klerk. En daar heeft hij geen schrik van, dat is duidelijk. Waarom? Omdat hij het gevoel heeft dat als hij wat in zijn kop haalt, dat hij dat dan ook binnenhaalt. Een pieker, een planner, doelstellingen en die doelstellingen waarmaken. Dat is Lars Boom. Rijdt alsmaar verder weg. Daar komt nu wel eens uit de bocht. Bij een vorig tussenpunt ging het om 13 seconden. Maar wel eens vecht. De Boom die heeft een tempo ontwikkeld. 14 seconden. Hij zal daar niet meer van afgaan. Hij verwacht van hem geen heel bruske inspanningen. Dat zal hij nooit zich aan wagen. 21 seconden. Maar het tempo dat hij oplegt is hoog. Zeer hoog. Wel, hij rijdt een tijd van 7,57. Dat is paswerk. Ook zijn vorige ronde 7,56. Komt waarschijnlijk uit het tijdrijden. Dus dat altijd maar exact op schema zitten. Boom is een metronoom. Oei. De rondetijden van nu zijn zoals die in de eerste ronde. Dat hoge tempo blijven ontwikkelen, inderdaad. Eigen aan het tijdrijdersvak. Hier Cadré. Straks misschien goed voor een top 5. Daar komt nu Sven Nys. Het overkomt hem raar of zelden dat hij in een cross op een minuut en 15 seconden gezet wordt. En dat wordt straks nog meer. 1.13 nu. Hij moet blijven knokken, moet blijven geven vanwege het hoge puntentotaal dat je hier zelfs in een top 10 toch nog altijd kunt oprapen. Want die klassementen, ja, die leken dan wel allemaal binnen. Maar als dat rendement blijft omlaag gaan, dan kan het ook daar nog allemaal verkeerd uitdraaien. Ja, maar dat gaat die 8e of die 10e of die 12e plaats gaat daar niet veel aan kunnen volbrengen, vermoed ik. Dus hetgeen dat hij nu moet doen of kan doen, is bezig blijven. Zich proberen te amuseren, maar ja, probeer dat maar voor elkaar te krijgen. Het was zoals Paul van den Bos liet weten op de website van Sven Nys. Het is allemaal een beetje gokken, een beetje passen links en rechts. En dan hopen dat het allemaal goed uitkomt. Wel, we zijn benieuwd. En dan de vraag onmiddellijk, was het nodig om daags na het Belgisch kampioenschap voor de zeker te gaan in Oudeghem? Ja. Was het nodig om ook nog eens naar Surf-Uisterveen te gaan in het Hoge Noorden in Nederland om daar te gaan winnen? Mm-hmm. Ja, Oudeghem in dag na het kampioenschap. Het is de eerste keer dat daar de kampioen ook nog eens een keer komt. Zijn neus aan het venster steken om te komen binnen is nog nooit niet gebeurd. Het kost toch krachten, hè, want er zijn altijd mannen die daar kicken op een prestatie van de kampioen. Het is daar eens proberen te kloppen of lastig te maken. Heeft daar ook waarschijnlijk nog eens een keer diep gaan. Maar wat doet je? Hè? Het gaat goed. Altijd maar remmen, dat gaat ook niet. Heeft daar eens een paar koersen laten schieten tussen kerst en nieuwjaar. En dat was al kantje boordje van ja, dat er bepaalde mensen zeiden van ja, hoort dat nu zo? Of, ja. Als die jaren van verstand komen, je verstand gebruiken. Dan is een keertje bewust passen. Ja, ja. En zelfs ja, vandaag zou het niet beschamend zijn om te zeggen van ik ga met een bocht hier missen, ik rij naar mijn kamper. Dat zou niet echt onverstandig zijn. Maar dat gaat hij niet doen. Hoor. Dat doet hem niet, Rappen. Dat gaat hij niet doen. Nee, maar zou toch het lef moeten hebben nu. Want dan gaat hij zijn wereldbekerposities in UCI-klassement zwaar hypothekeren. Ja, ik ga hem er ook niet uithalen. Zeker niet. Dus ieders moet doen wat hij zin in heeft. Maar als het niet gaat, dan kun je het ook niet gaan verbeteren mee nog maar eens een keer diep te gaan en gaan te forceren. Die tijden zijn al lang gepasseerd. Ondertussen baggert Boom lustig voort. Er is niks aan te doen. Bart wel eens op 15 seconden. Die krijgt weer de prijs voor de moed. De mannen die daar roepen van trainen, nog harder trainen als je erdoor zit, die weten echt niet waar ze mee bezig zijn.
Oh, je ziet dus hoe ver dat Lars al... Hij is hier helemaal boven nu. Springt op zijn fiets. Dan toch de moeite om eens op de fansite, want zo heet dat, van Lars Boom te gaan piepen. En dan lees je daar dat zijn favoriete sportman Sven Nys is. Wereldkampioen tijdrijden in Stuttgart. Vorig jaar in Hoogleden gaf hij Niels Albert Cross rijles in het WK voor belofte. Ja, het is de aangezichten spreken boekdelen. Ja, ja. Het is een cross die niet liegt. Dat zei Bart wel eens. Dat zei ook Nys voor de cross. En toch zal Boom ook straks zeggen, ik hoop op een podium, maar de top 5 in het WK zal al goed genoeg zijn. Ja, dat gaat hem er weer uitflappen waarschijnlijk. En, hij houdt een boot een beetje af. Hij zal het niet vlug zeggen van wat ik nu gedaan heb en nu ga ik het afwerken in Treviso. Nee, ik denk het niet. Hij wacht er zich niet aan. Als hij zo blijft draaien en de rest haalt geen hoger rendement, dan gaat hij die wereldtitel die hij gepland had voor Hongarije 2009 dit jaar al binnenhalen, deze Lars Boom. En dan gaat hij doen wat weinigen gedaan hebben, met andere woorden, na de belofte wereldtitel die bij de profs binnenhalen. Hij is in elk geval na vandaag torenhoog favoriet, Renaat. Vraagje voor bondscoach Rudy de Bie. Komt er volgende zondag een Belgische wereldkampioen? Ik hoop het. Lars Boom maakt vandaag wel een bijzonder goede indruk, maar het WK wordt volgende week gereden. Jouw analyse van het optreden van Sven Nys, toch de man van het seizoen? Heel matig vandaag ook. Ook niet echt heel fris. Ik weet niet wat er echt aan de hand zou kunnen zijn. Misschien dat je dan Paul van den Bos kunt vragen hoe dat zijn planning verlopen is de laatste dagen. Maar hij oogt niet gelijk Sven Nys kan zijn. Ongetwijfeld zal er de volgende dagen gesuggereerd worden. Nys, misschien in Liévin en Hogerheide een verstoppertje gespeeld. Goh, dat kun je pas volgende week zeggen. En als dan het resultaat bijzonder goed is, ja, dan heb je altijd gelijk. Vervecke en Welles, Fidea op niveau. Ja, zeker. Vervecke, ja, groeit met de week. Die week die nu nog komt, als dat die paar procent er nog kan zijn, ja, laat het dan maar doen. Hè. Dan zijn er de afwezigen. Mouret, Fransoy. Ja, Mouret, Fransoy, Simonek, Stibar. Ja, er zijn nog kandidaten. Gaat er iets overblijven van deze wedstrijd volgende zondag? Nee, dat denk ik niet. Dit is Hongarije, volgende week is Treviso. En daar trek jij met veel optimisme naartoe? Daar trek ik met bijzonder veel optimisme naartoe, ja. Voor hoeveel wereldtitels gaat België? Dat gaan we nog zien. Het zullen bijzonder hard bekampt worden, maar ik hoop dat er toch voor ons wel momentaal bij in zit. Beschrijf eens de stijl van de gestroomlijnde Lars Boom. Dat is niet echt gestroomlijnd. Dit is kracht, dit is inzet, dit is karakter. Ja. Zeker hier voor het eigen publiek, dat doet nog iets extra. Hè. Hartelijk dank, Rudy de Bie. Graag gedaan. Belgische supporters kunnen alleen maar hopen dat deze man zich hier aan het vergaloperen is. Maar ik zou er geen geld op verwerken. Niet doen. Dus Boom is... is in orde. Wat Nys doet, is aanmächtig crossen. Het lijkt alsof hij niet kan doorademen, dat hij onvoldoende zuurstof opneemt. Bart Welles, die haalt zijn niveau van de voorbije weken. Dat is een lastig stuk hier. Hè. Het is een parcours dat op geen enkel moment respect biedt. Zeker niet naar regenvlagen zoals die hier de voorbije dagen elke dag uit de hemel gevallen zijn. Verschrikkelijk slecht weer. Dan moet je ook opletten in de dalende stroken. Vanwege de spoorvorming en de blubber. Hij gaat de laatste ronde in. Ja. En is op weg zonder pech naar zijn zesde van het seizoen. Dat zijn er niet veel. Maar het is wel iedere keer zo dat als hij een bepaalde koers in zijn kop zet, dat hij die binnenrijft. Het zal voor nummer 11 zijn vandaag. Lars Boom. Ronde 8 en 1. Een goede 4 seconden trager dan de op 1 na laatste ronde. Dus niet zoals Albert of Kupfernagel, die konden in die laatste ronde genieten. Daarvoor zit Welles toch nog altijd een klein beetje te dicht op 21 seconden. Hij blijft natuurlijk wel terrein prijsgever Renaat. Ja, bij Walter Boom, dit moet genieten zijn. Ja, zeker. Dat is helemaal mooi natuurlijk. Als je zo van Vervecke en Welles weg kunt rijden, dat is fantastisch. Wat een demonstratie voor eigen publiek. Ja, maar ja, de echte demonstratie hopen komt volgende week nog dan.
Ja, hij zei dat WK, top 5, daarmee ben ik tevreden, maar hij krijgt vandaag van iedereen de Zwarte Piet, de favoriete rol. Ja, als je zo rijdt wel natuurlijk. Maar ja, goed, daar kan je denk ik toch wel mee omgaan tegenwoordig. En ja, dan moet je het volgende week wel waarmaken. 22 seconden, het verschil tussen Lars en Bart Welles. Ja, er moet niks meer gebeuren dan. Vijf foutjes en zijn we terug. Oké. Okay. Oh, maar qua mentale weerbaarheid staat deze jongen een stuk verder dan de 22-jarige Sven Nys toen stond, hoor. Zeker weten. Hij heeft zoiets van, mij krijg je niet kapot, hè? Ook in interviews. Hè? Hij prikt, hij tikt, geeft ze hier en daar een oplawaai en heeft geen schrik van een optaal. Je kunt hem niks laten zeggen, hè? Dus wat hij niet wil zeggen, want hij zal het vlug. Kijk naar die verbetenheid. Ja, de woorden opdraaien. Is om schrik van te krijgen, Renaat. Krijgen we nog niet. Het is ook makkelijk natuurlijk hier in het veld. 40 seconden de achterstand van de nog altijd regerende wereldkampioen Erwin Vervecke. En Vervecke kan weer aan dat podium denken. Maar besef dan wel dat Moeredder hier niet bij is. Die verkoos thuis in Besançon te rusten, een beetje te trainen vandaag meer dan waarschijnlijk, om dan sterk uit te pakken. We hebben die in Liévin bezig gezien, daar was hij 35 minuten lang uitmuntend. Leek op weg naar een one-man show, maar moest dan wel Boom laten terugkomen. En hij kon echt niet beter en was de mindere van Boom en deze wel eens in de slotfase. Duidelijk gezien. Simunek, die is echt ziek. Dat zagen we deze week donderdag bij de opening van de nieuwe zaak van Frans Verbeek. Die jongen die had last van gastritis. Die heeft dus recht een reden om vandaag weg te blijven. En Fransoy, pas op, hè. Ja, maar ook rekening nog mee houden. Stel je nu eens voor dat er niemand op het podium komt bij de elites. Moeten we dan janken? Nee, toch? Daar roepen Cross ze al weer lang, internationaal, ja, hoera. Ja, nou ja, daar roepen ze al heel lang van. Laat er eens een keer wat internationaal geweld op afkomen. Het zou wat zijn. Ze zouden in België in de problemen komen, moesten ze de buitenlanders zwaar moeten gaan betalen. Zal ik u dus nog eens een beetje moed geven, dames en heren? Ik heb een lijstje aangelegd van de wereldkampioenen na Liboton. Dat zijn er 23. Wel, zes keer is de superfavoriet wereldkampioen geworden. Alle andere keren was het een outsider of een niemendal. Dus het is altijd een bijzondere cross. We kijken er in ieder geval naar uit als nooit voor één. Een meter 91. 75 kilo is een topvormgewicht. Rustpols 36. Ik weet dat er mensen zijn die zich daar aan interesseren. Zij Adrie van der Poel, als hij wereldkampioen wordt hier bij ons in Hoogerijden, dan gaat hij de cross laten voor wat hij is en gaat hij vol voor de weg. Allemaal zien, hè. Toekomstmuziek. En Welles geeft niet af, hè. Dus, Het is anderzijds ook zo dat de Nederlandse cross deze man natuurlijk nodig heeft. Hè. Hij wordt de kapstok voor de toekomst, ja, zonder enige twijfel. Hij rijdt hier ook een keer naar boven, dus daar waar hij daar straks nog vaak gelopen heeft, getuigt toch van overschot nog. In de cross telt maar één ding, dat is winnen. De rest is eigenlijk bijzaak. Renaat. Hij gaat nog een laatste keer wisselen en neemt een fiets uit handen van zijn begeleiders. Een laatste wissel achter de rug voor een mooie ereronde is het geworden. Applaus op alle banken van de toeschouwers hier, de Nederlandse fans. Hier komt hij aan onze neus voorbij. Lars Boom is op weg naar het kerkhof en dat is precies waar hij de tegenstand vandaag achtergelaten heeft. Nog even meegeven, de supporters van Sven Nys hier in grote getale opgedaagd. Het ongeloof staat op hun gezichten te lezen. Dat is begrijpelijk. Dat gaat meestal om een bus of drie, in het beste geval zelfs vier. En daar is het natuurlijk altijd veel leuten in de heenreis. En tot dusver al ruim 21 keer nog meer leuten in de terugreis. Dat wendt natuurlijk, hè? Dat zal wel zijn. Dus als je de mensen iets gewoon maakt. Maar het zou natuurlijk wel zeer onkies zijn, zelfs laf, om Sven Nys te begraven. Maar in tegendeel, hij is en het blijft wat er ook mogen gebeuren in de rest van het seizoen. De beste crosser met de voorsprong. Maar het enige probleem is, naar dat WK toe krijg je superpieters. En die worden daar plots baas. Ja. Als dat de weg is, dan moet het maar zo. Hè. Dus een fan van de mannen die dat het voor elkaar krijgen. Van sterker dan Sven Nys voor de dag te komen deze periode. Wat kun je dat van hem niet zeggen? Hij stond er al in november. Ja. In september zelfs. Als de crossers al bezig waren, is hij nog wereldkampioen geworden. Tijdrijden.
Dus dan kun je niet zeggen dat hij niet voldoende gedaan heeft. Verstandig als hij is ook een rustpauze ingebouwd. En dan nog eens een stage op Lanzarote van een goede 10 dagen. Allemaal om de batterijen aan te vullen. En dat rendeert natuurlijk. Ja, Bart. Toch mag deze man het niet opgeven. Nee, 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 nee. Die is ook heel goed in orde. Hè. Dus moest hij gisteren niet gereden hebben, ik durf er bijna iets op verwedden dat hij meegespeeld had voor de zege. Dus hij heeft gisteren onderhalf bekant 2 minuten gaan wegrijden. Voor wat? Voor wie? Voor zichzelf, hè? Want hij had het nodig voor volgende week top te zijn. Ja, dan moet het maar zo op die manier. Maar als hij dat niet gedaan had, dan had het vandaag is heel, heel spannend geweest hier. Laten we hopen dat wel eens volgende zondag op zijn vliegmachine springt. En laten we er ook vanuit gaan dat deze verwekking iedereen weer zal verbazen. Door misschien heel lang bij deze Lars Boom te blijven. U gaat natuurlijk niks moeten missen bij ons, dames en heren. U kijkt tot 4 keer toe naar de wereldkampioenschappen. We zijn er al zaterdag om 5:55. Goh, steekt de keer al zijn hand op en is nog zo ver van de aankomst. Mooi, hè? Lef, lef, lef. Oei, knap. Dat maakt vaak het verschil. Ja. Hoe later op het seizoen, hoe meer lef demonstreren. Ja, maar... Geef je tegenstanders ook nog eens een tik, want die kijken daarna Sander Daags naar zo'n uitzending. Ja, en hij moet nog een stuk door de modder en zo. En dan is het toch al wel echt heel vroeg dat hij zijn armen in de lucht stak. Knap gedaan. Dus zaterdag om 10:55 naar de juniores. Dan in de namiddag opent Karel van Nieuwkerken met gasten in zijn studio op een stek ergens in Vlaanderen. Om even kijken, om 2:00. Dan om 10:55 op zondag de vrouwen, dat is ochtends. En dan moet het erbij zijn om 11:50 voor het WK bij de elite. Waar deze Lars Boom na vandaag met absolute zekerheid als superfavoriet van start gaat. Nog 200 meters voor Lars Boom. Hij heeft op Bart Welles en Vervekena de rest vandaag gedegradeerd. Dat is een klein beetje belachelijk gemaakt. Hou er rekening mee dat hier mensen niet waren. Ik denk in de eerste plaats aan Moeren, een klein beetje minder aan Franzooi. Maar voor de rest is het Boom boven alles. Boom heeft hier gecrossed als een metronoom. Er was niks aan te doen. En hij wint zijn 3e wereldbekercross van dit seizoen. Ja, en de strafste van allemaal. Dus hij heeft dan ook wel grote koersen gewonnen, zelfs wereldbekerkoersen. Maar deze demonstratie, ik heb ze nog niet gezien van hem. Dus de conditie heeft nooit zo hoog geweest als nu. En hier is Bart Welles. Andermaal buigt hij het hoofd voor Lars Boom. Iedere keer als hij voor de wereldbeker meedeed voor de prijzen, reed Boom voor hem uit. Ook in Liévin was dat zo. Ook in Pijnacker was dat zo. En nu hier in Hoogerijden is dat weer het geval. En toch Welles van de Belgen de grootste favoriet voor zondag op basis van de 2 jongste crossen. Jawel, dus maar, dat komt erbij. Bart is absoluut bij de favorieten, maar reken er ook Erwin bij. En ik pak echt waar, ik zweer het u, Nijs gaat meespelen. Kan er niet buiten. Ik verwacht hem. Daar is Erwin Vervekke. Als de anderen vallen, kan Vervekke wereldkampioen worden. Ja, maar reken toch maar een beetje op andere ondergrond en hij zou vandaag niet los zijn. De Knecht met Arnaals en met Chanel.
En daar komt nu Sven Nys. Moet toch een beetje ontredderd zijn, hè? Het is op een 12e plaats, als we goed geteld hebben. Jawel, Sven Nys met een grimas. Ja, ja. Met andere woorden, dit beeld kan niet liegen. Het gaat met Sven Nys niet goed. Ah, jee. Thomaske buiten, happend naar zuurstof, lucht. Is het op of komt het nog? Renaat. Jan, we vragen een eerste reactie bij Sven Nys. Sven, jouw analyse van deze wedstrijd. Je hebt verschrikkelijk afgezien, duidelijk. Ja, ik heb gegeven wat ik kon. En, trouwens, weer geen meter. Ik krijg constant het gevoel tegen de krampen aan. En, ik kan gewoon meer versnellen. Er zit niks macht in. Dus dat ziet er helemaal niet goed uit. Heb je een verklaring? Nee, ik weet het echt niet. Ik heb geen idee hoe het komt, maar het gaat gewoon rot slecht. Ga je een dokter raadplegen? Ik weet het niet. Of... Ik weet niet wat het zou kunnen zijn. Misschien best dat ik even bel, maar ik voel me niet ziek. Of het draait gewoon van geen meter. Ja. En dat is de conclusie een week voor het WK? Ja, dat is een ramp. Hè. Ik wil een ramp.